De documentaire A Haunting History vertelt het verhaal van de Soedanese vluchteling Anul Deng. Na het behalen van zijn diploma rechten in Londen keert hij terug naar zijn geboorteland, Zuid-Soedan. Het jongste land in de wereld. How are you? Welkom. Back to South Sudan. Another 30 minutes drive home. Ja, hij heeft heel erg hard gewerkt om om advocaat te worden. En zijn grote droom en ook motivatie was om terug te keren naar Zuid-Soedan om bij te dragen aan de opbouw van zijn land. Maar eenmaal terug in Zuid-Soedan gaat het opnieuw mis. Wat heel tragisch was en ook heel heftig voor hem, is dat de geschiedenis zich eigenlijk weer herhaalde. Toen hij een jongetje was van 7, heeft hij een massaslachting overleefd. En moest hij met zijn hele familie ook vluchten in een vluchtelingenkamp. En vervolgens, 23 jaar later, gebeurt dat weer. Dus dat was wel heel heftig. Noodgedwongen slaan zowel Anul en zijn familie als Femke, Ilse en de filmcrew op de vlucht. Toen de oorlog net uitbrak, zijn we naar Noord-Oeganda gegaan, dat hij daar naartoe was gevlucht. En vervolgens weet je niet helemaal hoe het gaat lopen. Uiteindelijk zijn we wel gewoon weer een aantal keer teruggekeerd naar Zuid-Soedan. Is hij ook teruggekeerd. Maar dat soort dingen heb je niet helemaal in de hand. We hebben wel altijd ook een evacuatieplan gehad. Want je bent ook verantwoordelijk voor de crew die je meeneemt. Niet zonder gevaren dus. Toch blijft het maken van documentaires in Afrika voor de tweeling trekken. We hebben gewoon hele goede klik mee. En er zijn zoveel ongelooflijk interessante verhalen, interessante mensen. Dus je rolt ook vaak van het ene onderwerp in het andere onderwerp. Het is een very hard thing for me to say. Because the decision that I made to come here was a well-informed decision. So it is very hard for me to say that I want to leave.